Yo Nintendo fans, welkom op dag 9 in Pikmin 3 Deluxe voor de Nintendo Switch. Vandaag hebben we een gebied gevonden en die heet de Twilight River. En iemand stuurt daar een signaal vandaan. En de kapitein zegt, misschien is dat kapitein Olimar wel, degene die van de planeet Hokotate komt. En hij heeft waarschijnlijk onze Cosmic Drive Key, zegt Elf. Oftewel, hier moeten we naartoe. En daar zijn we jongens. Bij de Twilight River. Het ziet hier herfstachtig uit. En Elf zegt, wow, dat signaal komt inderdaad van dichtbij. Hey, en trouwens, volgens mij landen ze nu voor het eerst goed op een nieuwe planeet. De kapitein zegt, ik heb hier een goed gevoel over. Ik denk dat Olimar hier ergens is. Nou, laten we weer wat Pikminnetjes meenemen. Eens even kijken. Hier is een brug waar wij nog niet overheen kunnen. Ik denk dat hier een vijand is of zo? Ga het maar even aanvallen met z'n allen. Oh, we kunnen hier nog niks mee. Dan gaan we de andere kant op, wilde ik zeggen. Maar daar is een of andere spinnenweb. En er zit een ui vast. Daar moeten we naartoe, jongens. Daar moeten we naartoe. Maar hoe komen we daar? Ja, we moeten een brug bouwen. Sowieso. Charge deze enemies! Charge! Pak hem! Nice! Moet ik hier Pikmin op gaan gooien? Oh nee. Oh, we kunnen hier gewoon met z'n allen op springen. Oh. Ik dacht al, joh. Ik dacht even dat ik die Pikmin kwijt zou raken. Oké, we gaan hier naartoe. We gaan hier eraf, jongens. Kom op, met z'n allen. Grijze Pikmin maakt een steentje kapot. Gele Pikmin zorgt ervoor dat dit elektriciteitsding kapot gaat. Deze Pikmin die gaan terug. Ze gaan terug. Oké, nee, we moeten niet met z'n allen terug. Nu laten we die gele Pikmin achter. Oké, hopelijk kunnen we die nog op gaan halen, jongens. Oh ja, kijk, het is maar een klein rondje. Oké, toppie. Ja, de brug wordt gebouwd. We plukken hier even wat Pikmin mee. Zo, nice. En dan gaan we met z'n allen, jongens. Lekker bezig, jongens. Lekker. Oké, deel 1 van de brug is gemaakt. Volgens mij hebben de gele Pikmin er ook voor gezorgd dat de elektriciteitsdeur kapot is. En springen maar. Ja hoor. Dit is ook wel weer leuk gedaan. Ik vind het echt een leuk spel, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je dit ook een leuk spel vindt. Want ik vermaak me echt prima met Pikmin 3 Deluxe voor de Nintendo Switch. Ik had hem ook nog niet uitgespeeld op de andere console, op de Wii U. Dit is de eerste keer dat ik deze hoop uit te spelen. Laten we even wat rode Pikmin hierop gooien. Kijk op. Oké, neem jullie maar even dat fruit mee, jongens. Oh, jongens. Maak die kikker kapot. Sloop hem. Juist. Top. Oh, we hebben weer iets gevonden. Waarschijnlijk het stukje fruit, denk ik. Een nieuw stukje fruit. Ja, kijk, een ultra spicy nectar hebben we gevonden. Daarmee kunnen we spray maken. En als we dan op I drukken, dan hebben we een ultra spicy spray. En dan gebeurt er iets met de Pikmin in mijn squad. Laat ik ze dan weer teruggaan in de grond of zo? Is dat wat dit doet? Laat ik even op I drukken. Wat gebeurt er met deze Pikmin? Hij wordt helemaal lijp. Deze Pikmin is really fired up now. En hij heeft nog meer energie gekregen. Daardoor wordt hij sterker. Oh, ze worden allemaal sterker. Holy crap. Oké. Ja, hier kan ik niet overheen. Want dit is water. Toch, jongens? Ik kan daar niet overheen, denk ik. Maar ik kan wel deze kikker heel snel kapot maken. Nice. Oké, nemen jullie die Pikmin mee? Dan mogen de rode even deze brug gaan bouwen. Kijk hoe snel ze zijn. Oké, een paar grijze ook nog. Ja, toppie. Oh, kijk, het werkt maar tijdelijk. Nu zijn ze gewoon weer normaal. Ja, ik wil toch even kijken of ik hier doorheen kan met mijn Pikmin. Ja? Kunnen jullie hier doorheen? Ja, ze kunnen hier doorheen. Er zijn er een paar die niet echt lekker gaan. Oh. Nou, top. Oh, er is er één dood. Oh nee, die ene kon niet zwemmen. Nu gaan ze bovenlangs, gaan ze dit fruit meenemen. Nou, lekker bezig. Goed gezien, jongens, dat je niet nog een keer terug hoeft. Oh, ik kon ze ook gewoon hierop gooien. Aha. Oh, snap. Oh, wat is dit voor baas? Oh nee. Loop er even langs, jongens. Met het fruit. Loop er maar even langs met het fruit. Goed zo. Ik denk dat we die met z'n allen moeten gaan proberen te verslaan straks. Oké, misschien kunnen wij wel deze pakken. Pak hem! Lekker! Goed gedaan, jongens. Oké, nou, alles gaat hier ook helemaal goed zo te zien. Pikminnetjes zijn lekker aan de gang. Is dit een deur die kapot kan? Nee, hier hebben we ook bommen voor nodig. Dat vergeet ik elke keer. Is deze brug nu klaar? Nee, nog niet. We moeten nog meer stukjes gaan zoeken. Ah, daar hebben we nog genoeg uurtjes voor. Oh, kijk. Kijk. De gele Pikmin kunnen even voor bommen gaan zorgen hier. Oh, het zijn geen bommen. Ik dacht dat er bommen uit zouden komen. Nou, in dat geval, kom allemaal maar gewoon gezellig mee. Laat die blokjes maar zitten. Dan gaan we even de rest van de squad hier ophalen. Kom maar mee, rode Pikmin. Ja. Oké, ik denk dat we hier dus de gele Pikmin even voor moeten gebruiken. Want die kunnen hoger vliegen.
Dan moeten we wel blijven ontwijken. Nice. Nu kunnen de zwarten hem aanvallen. Oh, of niet? Go, 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 go. Ontwijken die handel. Ontwijken. Nice. Nice, pak hem. Maak hem kapot. We hebben hem bijna. Ja, lekker bezig, guys. Heel goed, heel goed. Oh, hier zijn bommen. Daar hebben we ook weer gele Pikmin voor nodig. Die kunnen we dan die bommen meenemen. Helemaal top, dan kunnen we dat deurtje kapot maken. Dan hebben we een shortcut te pakken. Nog één bom. Yes, oké dan. Kijk, dan kunnen we ook gewoon lekker makkelijk deze kant op. Boom, en de volgende. 1, 2, 3. Boom, en nog eentje. 1, 2, 3. En lekker. Dat is helemaal mooi. Dan kunnen we nu deze kant op. Ben ik benieuwd of hier ook iets gebeurt. Zo te zien nog niet. Nee, hier komt nog niks vandaan. Oké, we zitten op de helft van de dag. De brug is bijna klaar. En we gaan op het blaadje hoppen. En dan gaan we even verder. Hier is nog een grot. Misschien moeten we hier naartoe. Ja, het is donker hier, jongens. Het is heel donker hier. Kijk, de elektriciteit werkt hier niet goed. Er zijn ook enemies daar. Ik moet hier denk ik even 20 gele Pikmin op afsturen. Ja, kijk, die maken dan weer een lijntje met z'n allen. En daar is het lampie. Het lampie is aan. En er was licht. Nice. Oh ja, kijk, en daar is het laatste stukje van de brug. Moeten we alleen nog even uitvinden hoe we daar gaan komen. Hoe komen we daarboven? Oh, via deze kant. Ja, nice. Pak het bruggetje. Volgens mij is er nog één stukje over. Ja, er is nog één stukje over. Oké, guys, tot straks. Hey, daar staat ook nog een verdwaalde Pikmin. Hallo. Hier komen de rode Pikmin aan. Kom maar, jongens. Kom maar. Denk ik dat de brug nu gemaakt is, toch? Ja, kijk, we kunnen nu naar de overkant. Helemaal toppie woppie. Hoe gaan we dit dan doen? Hier is een hint. De Pikmin komen vast te zitten in het web. En dan moeten we ze weer roepen met ons fluitje om ze te redden. Nou, oké. Laten we het doen. Val die spin aan. Pak die spin. Lekker. Ja. Oh, dit was het. Dit was niet zo heel moeilijk. En dan hebben we een nieuwe ui gevonden. En het is een roze ui. Dus ik denk dat we een nieuwe soort Pikmin hebben gevonden, jongens. Ja. Kijk eens. Een roze Pikmin. En dat zijn Pikmin die kunnen vliegen. En die kunnen dingen optillen in de lucht. Oh, dat is spannend. Hallo. Hallo, roze Pikminnetje. Jij ziet er wel uit als een baasie, hoor. Super cool. Pak jij eens eventjes dit dingetje. Dan hebben we er gelijk twee. Nice. Wat kan je eigenlijk met die planten doen? Oh, dan moet ik 5 van die Pikmin hebben. Wacht, ik moet eventjes wat van mijn eigen Pikmin terugbrengen naar mijn eigen ui. Dat klinkt echt goed. Naar mijn eigen ui. Zo, hoppakee. Ga maar. Ga maar, juist. Kijk, en dan kan ik er nu misschien voor zorgen dat ik genoeg Pikmin bij elkaar krijg. Als het goed is, moet ik ze ook uit elkaar kunnen krijgen. Hoe deed ik dat ook alweer? Oh ja, zo, op deze manier. Dus dan moet je de Pikmin selecteren die je wil hebben. En dan op deze manier fluiten. En ja, precies. Nou heb ik dus alleen de roze bij me. Kijk, die kan lekker vliegen. Dus die kan gewoon over water vliegen. Super chill. Dan kan je even deze meenemen. Doe je best, jongen. Doe je best. Dan kan ik nu dus deze 2 vliegende Pikmin ook even meenemen. En dan kunnen we nu kijken wat dit is. Want dit zijn van die, ja, rare staafjes uit de grond. En deze Pikmin kunnen die dus kapot maken. Die kunnen die eruit trekken. Ik ben heel benieuwd wat dat dan is. Het is ondertussen wel bijna avond. Dus we moeten ook een klein beetje op gaan schieten. Oh, kijk. Kijk, daar zitten dan gelijk 5 van die Pikmin in. Nice. Nou, helemaal top. Dan kunnen we dus op zo'n manier kunnen we dus eventjes allemaal roze Pikmin gaan maken. Daar hoeven we er maar 1 tegenaan te gooien. Hier hoeven we er ook maar 1 tegenaan te gooien. Gaan we even alle andere Pokémon... Pokémon? Alle andere Pikmin gaan we eventjes naar huis brengen. Zo, gaan jullie maar lekker slapen, jongens. Welterusten. Doei doei. Er is nog 1 rode Pikmin ergens verdwaald. Oh nee. Dat is zielig. En dan moeten we ze langzaamaan dus allemaal weer richting de ui gaan brengen. Kom maar, jongens. Kom maar. Snel. Vliegen. Vliegen. Lekker. Ja, ze zijn allemaal safe. Voor de veiligheid laat ik ze ook gewoon eventjes zo hoppakee in de ui gaan. Maar we zitten allemaal hier, dus dit gaat helemaal goed komen. Ja, op 1 na. 1 verdwaalde rode Pikmin. Dit wordt echt heel zielig. Kijk, kijk, kijk. Daar gaan we, daar gaan we. Nee! Nee, er zijn ook nog 3 roze. Nee! Waarom? Ik vind het niet eerlijk. En kijk, die roze ui, die komt er nu ook gezellig bij. Dus dan kan ik ook die weer in mijn eigen ui gewoon gooien. Dit klinkt heel raar om over uien te praten in een Pikmin video. Maar goed, het is wat het is. En dit was de samenvatting van dag 9. Nou, we hebben er toch gewoon genoeg roze bij gekregen. Maar liefst 18. En Elf zegt, nadat we het water zijn overgestoken, hebben we weer een ui gevonden. En dat zijn zogenaamde gevleugelde Pikmin. En deze Pikmin kunnen over water vliegen. Dat was hem, jongens. Dag 9, waarin we dus een nieuwe soort hebben ontdekt. Ik vind het heel erg leuk. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog als je dit ook vet vindt. Abonneer op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. Zie ik je daar? Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!